Goedemiddag, lieve mensen. Welkom hier in de Siemens Home Kitchen in de waanzinnige Van de Velde Keukens in Ermelo. Mijn naam is Sharma en ik ga vandaag live cooking. Ik ga koken voor jullie, hopelijk met jullie. En natuurlijk de enige echte, de waanzinnige Mr. Young Veen is in de house. Hij gaat ook spelen. Misschien doen we iets samen, je weet maar nooit. Ik zal zeggen om te beginnen. Iedereen om je heen, stuur een berichtje met de link dat ze kunnen kijken. Vinden we gezellig. En ik ga kip curry maken. Ik heb kokosrijst, snijbonen, ananastaart, van alles lekkers. Nou, ik denk dat het leuk is om Jan, als Jan van ons gelijk wat doet, toch? Om de sfeer te brengen. Ik ga gelijk... Kerst toch wel bij, maar iets lekkers. Nog steeds kerst, ja. Iets lekkers. Jan V. Ik ook, jou. Jeetje, Mina. Dat is lang geleden. We hebben een paar jaar geleden een tour gehad. Nou, dat was echt leven. Nu gaan we beginnen met de chicken.
Met de curry chicken. Ik heb kip al gemarineerd. Kun je kijken? Kun je zien? Zoom even op in. Heb je me? Ja? Top. En die gaat nu in een verhit, een lekker hete pan. En omdat ik kook voor de crew, mag ik lekker veel. Maar normaal zou je iets minder doen natuurlijk. Oeh. Ja hoor. Niks mis mee. We gaan los. Ik heb een lekker een cast, een gietijzeren pan. Een cast iron pan. Want die branden niet aan. Ervaar ik. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon mazzel heb. Maar het gaat meestal heel goed. Ik laat de gip lekker bruin, een beetje dichtgroeien. Zit een beetje zonnebloemolie in de pan. Een beetje boter. Heel heet. En die gaat zijn ding doen. Ik ben hier bezig met een ananastaart. En die gaat zo in de oven. Ik heb de oven al laten preheaten. Voorhitten, voorverwarmen op 165. Het is een hele simpel beslag. Heel simpel. Er gaat 200 gram boter, 250 gram boter, 200 gram suiker en 250 gram bloem. Dat is de basis met 4 eieren. En ik gebruik vanille extract. Je kan natuurlijk vanille suiker en dat soort dingen, maar ik vind de pure extract het lekkerst. Daar een eetlepel van. Een snufje zout. Dan ben je goed op weg. Lekkere taartje. Die gaat in de mix. En natuurlijk, het meest belangrijke eigenlijk, bakpoeder. Moet je nu filmen. Even bakpoeder scoren. Die ben ik vergeten eruit te pakken. Ik ben hier in Ermelo dus aan het koken. Dit is voor de tweede keer. Superleuk. Want natuurlijk, jullie weten dat ik zing. Maar, hè? Koken is een passie. En de vorige keer deed ik dat gewoon live via mijn eigen kanalen. Maar dit vind ik toch wel leuker. We hebben hier een hele crew bij. De filmmakers. Die zijn de boel, die zorgen dat ik heel knap in beeld ben. Klopt het? Ik hoop het wel. Dat regelen zij. En ja, jullie kunnen via de Facebook of Instagram van de Velden Keukens. Als jullie vragen hebben, mogen jullie die stellen. Er zitten hier een hoop van de Veldens in de tent. Iemand kan wel even op Facebook jullie vragen beantwoorden. Als die er zijn. Maar ik maak in ieder geval nu een lekker ananastaartje. En ja, Leo, dat is de eigenaar, die vroeg, wat koken jullie nou eigenlijk met, ja, oudjaarsdag? En ik dacht, nou ja, wij maken gewoon altijd maar gewoon lekker eten. Maakt niet uit welke dag het is. En, oh, dit gaat goed. Dit ruikt lekker. Oh man, 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 man. En dit is echt een hele toffe kookplaat. Want de hele plaat is gewoon één unit. Dus maakt niet waar je de pan zet. Hij herkent het en hij neemt het over. Dat is echt geweldig. Dit is toppie. Dus de kippetjes zijn lekker aan het bruinen. Gaat heel goed. Jan, heb je niet iets in de aanbieding daar? Moet ik hier opwerken? Heb je iets? Ja, heel veel. Iets leuks, iets rustgevends, dat past bij de kip. Het gevoel van de kip. Jan Veen, dames en heren. Thank you.
Nou jongens, en ze willen niet klappen, maar dit is echt niet normaal. Jan Veen, wat kan je niet spelen? Dat gaan we proberen. Het bestaat gewoon niet wat jij niet kan spelen. Ik probeer maar. We gaan straks. Straks ga ik je even uitdagen, want deze man, hè, ongelooflijk. Oké, dus nu gaan we, dus kip gaat goed. Jullie kunnen het niet zien, maar is het niet te heet? Kijk even. Gaat het lekker of gaat het lekker? Ik zeg je. Oh, het gaat heel lekker. Ik ga nu voor de taart de karamel maken. Ik kan jullie gelijk laten zien hoe dat gaat, want het is super simpel. Nu maak ik een ananastaart. Dus heb ik heel handig een blikje uitgelekt. We doen geen reclame, dus ik laat je de achterkant zien. Een blikje uitgelekt. En dan doe ik daarbij wat suiker. En wat leuk is, het is zo simpel, maar vaak denken we te moeilijk. Gewoon een 100 gram, zo, dan gaat hij vliegen. 100 gram suiker. Is een halve kap. 100 gram suiker. Een beetje kaneel. Vind ik ook heel lekker. Erbij. Kaneel en ananas gaan heel goed samen. Vind ik. En en een beetje vanille extra. Het begint hier in Rijkertal. Het gaat al heel lekker. Vanille extract. En dat laat ik gewoon langzaam zijn ding doen. Ik hoef er niet veel mee te doen. En dan gaat het gewoon langzaam karamelliseren. Nu, straks als dit gekarameliseerd is, gaat hij in een... Ik heb een pannetje beboterd en met bloem gedaan. Die zorgt dat hij gewoon in ieder geval niet gaat plakken zometeen. Sommige mensen, soms kan je bakpapier gebruiken om de pan uit te lijnen. Maar als je een non-stick pan hebt, dan gaat het super. Dan komt die in één keer... Ploep, eruit. Hopelijk. Zometeen. Zeg ik, maar het is hopelijk. Geen garanties eigenlijk. En zijn er al vragen binnengekomen? Hebben al mensen wat vragen gesteld? Van de Velde Keukens op hun Facebook. Of in de comments op YouTube. Jullie moeten even op YouTube kijken anders of mensen vragen stellen. Als mensen vragen stellen, laat me weten. Hè? Meer muziek. Ja. Oh, lekker. En ook harder. En zanger. Muziek en zang, ja, dat snap ik. Oh. Dat komt wel. Maar ik ben eigenlijk gevraagd om te koken vandaag, lieve mensen. Ik ben gevraagd om te koken. Zal ik dat even doen? Wil je koken? Ja. Maar dan kan ik wel spelen en zingen, hoor. Ik kan mezelf wel begeleiden. Drie akkoorden. Kun je ook zingen en koken dan? Ja, tuurlijk. Oké. Wat zullen we doen dan? Wat kan jij mooi zingen wat ik ook ken? Halleluja. Oh ja, doe maar. Welke toonsoort? I heard there was... What was that? See, I heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Broken.
het zingen gaat heel... Gaat knap, dus, kan ik zou het niet kunnen. Oei, oei, oei. Moet je nog een beetje wijn? Ga je nog goed daar? Nee, heb je nog wat? Dat kan ik wel regelen voor je. Ober? Ga ik voor jou regelen. Of zal ik iemand laten lopen? Kom maar, kom maar, kom maar met die, kom maar met die wijn. Kom maar met de wijn voor Jan. En vast een stuk kip misschien? Nee, 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 dat gaat niet. Hè? Moet je even wachten. Rustig. Niet haasten. De bedoeling is live cooking. Nou, het is lastig met live cooking. Het is lastig met live cooking, want... Je, normaal... Oh, de boel is gesloopt. Het is lastig met live cooking, want je wil eigenlijk alles al af hebben. Zodat je bam, 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 snel, snel, snel. Heb ik wel geprobeerd. Zoveel mogelijk. Maar ja, ik moet toch handelingen uitvoeren. Dus... En ook deze fantastische keuken ook gelijk laten zien aan jullie. Ik heb ook de oven al aangezet op 165 graden voor de taart. De karamel is bijna klaar. Het is jammer dat we geen camera van bovenaf hebben, want jullie moeten het eigenlijk zien. Je kan het sowieso niet ruiken, maar het is echt heel lekker. Hè? Ruiken jullie het al? Heerlijk, heerlijk. Oké. Okay. Karamel is klaar. Nou, belangrijk dat je hem gelijk in de pan doet. Want zodra hij afkoelt, wordt hij gewoon hard. Dus hij gaat gelijk in de bak. Ja. Zo. En ik doe meestal gelijk heet water erin laten lopen. Want als dit afkoelt, dan krijg je een moeilijk schoon. Moeilijk. En dan zwengelen. Dan is de karamel lekker. De bodem van de pan is lekker bedekt. En dan gaan de ananasjes erin. Je kan van alles gaan. Je kan allemaal heel chic en leuke allemaal dingen gaan bedenken. Maar ik doe ze gewoon lekker plat erin. Je kan ook bijvoorbeeld kersen erbij doen. Als versiering of pruimen, wat je ook maar zin in hebt eigenlijk. Het kan allemaal. Ja. Zo. Stukjes. Waar is de cameraman met de losse camera? Kan je iets van mij filmen hier? Of heb je geen losse camera? Dus ik wil jullie heel graag laten zien wat er gebeurt hier in de bakpan, maar gaat niet. Kan je erbij komen? Ik kan nu even laten zien wat er gebeurt, wat ik doe. Kan je het zien? Heb je hem? Dus dit is de bodem met de karamel erin. Nu gaat de beslag erop en dan gaat hij lekker de oven in. Een uurtje. Op 165 graden. En de beslag is een beetje... is heel zachtjes, heel luchtig. Heel zacht en heel luchtig. En dit wordt een hele mooie taartje. Hier houden we van. Jan, ben je goed met koken? Wat zeg je? Kan je goed koken? Nee, ik kan beter eten. Nou ja, goede etens hebben we ook nodig in onze leven, hè? Nog een uurtje, hè? Je kan niet alles. Gelukkig kan je niet alles. Ik zou het heel moeilijk vinden. Als je ook nog kon koken. Nee, dat kan ik niet. En wat eet je graag? Dit soort spul wat je nu maakt. Zeg je? Dit soort dingen. Vind ik lekker. Ja. Nou, dan ik ben benieuwd of je het echt lekker vindt zometeen. Ruikt heel goed. Dan gaan we zien. Ja, dat is het. Mensen kunnen niet ruiken thuis natuurlijk. De beslag lekker verdelen over de bodem van de pan. En dan gaat hij lekker op 165 graden zijn ding doen. Tada! Klaar. In de oven. Yes. Heb je nog iets in de aanbieding, Jan? Wat heb je nodig? Thank you.
jeetje. Nou, dat is Jan de Man. Jan de Man. Oké, okay, dus de kippetjes zijn nu lekker gaar. Hier doe ik... Ik heb ui, rode paprika. Je kan ook groene gebruiken. Vind ik ook heel lekker. Ik kook weinig met gele paprika. Die vind ik meer voor salade. Maar kan ook prima hoor. Ze hebben allemaal uiteindelijk dezelfde ja, job. Alleen ik vind ze net iets anders smaken. Ik denk dat jullie dat ook wel proeven. Als je vaak in de keuken staat tenminste dan. Dus ik heb nu de ui en paprika erbij gedaan. Nu ga ik de deksel erop doen, want ik heb een beetje heet water ook erbij gedaan net. Gooi ik de deksel erop. En iets zachter. En dan ga ik de currypoeder. Nou, vaak als je met curry kookt, dan denk je, oh, gewoon even erbij gooien. Nee. Alle dit soort kruiden moet je even met een beetje warm water. Ik noem het wakker maken. Iedereen heeft zijn termen in de keuken. Denk eraan. Ik heb niet gestudeerd voor kok. Ik kan gewoon koken. Dus dat is wat anders. En dan heb je mazzel dat je in de keuken bent. Ik heb mazzel in de keuken staan met een koekerkraan. Dus pam pam. Kokend water. Geen gedoetjes. Ik hoef niet een eeuw te wachten op de waterkoker. Ik heb gelijk al kokend water. En doe je in. En gewoon... oplossen, als het ware. Ik weet niet, of je kan het verhitten in de pan. In de boter en olie, voordat je de kip erin doet. Ja, je hebt meerdere wegen naar Rome. Het gaat om de smaak uiteindelijk. En het ruikt goed. De smaak zal wel ook wel goed zitten. Gaan we ervan uit. Haha. Maar ik hou hiervan. I love it. Heerlijk. Die gaat de pan in. En je kan ook bij het kruiden, als je bezig bent met kruiden, kan je ook wat currypoeder al in je marinade doen. Dat kan ook natuurlijk. En een beetje kurkuma. Maar ik heb zo'n, dit is een Surinaamse masala heb ik gekocht. Dit is echt zo'n sterke masala. Dus we gaan even op reis naar India. Via Suriname. Heerlijk, heerlijk. Daar komt het al. Mooie kleurtje. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Gaat het nou goed daar? Van de Veldens? Halleluja hebben we net gezongen. Nou, ik denk het wel. Ik weet niet. Jan? Wat is er? Iemand vraagt voor de halleluja uit de Messiah. Ja, je moet een heel koor aanschaffen. Oh ja. Of jij, met je vingers. Dat lukt ook, toch? Ja hoor. Dat is...
die doet het gewoon. Dat is wel echt heel knap. Ja, dat komt eraan. Dus dan moeten ze even wachten. Eerst koken. Eerst kokerellen. Ik heb vandaag ook een van de mensen van de crew, die eet glutenvrij. Dus heb ik net even wat van de kip gekruid. Een beetje olijfolie gedaan en in de oven op 200 graden. Dus die krijgt dan een gegrild kippetje in plaats van curry. Maar ja, in deze tijd, je hebt ook mensen die vegan zijn. Want het leuke van deze curry kan je ook maken met groenten. Met champignons en courgette, aubergine. Gewoon een mix maken. Dezelfde kruiden toepassen. En dan heb je ook een heerlijke groentecurry. En sommige mensen doen kokosmelk erbij, maar dat is meer Indonesië. Maar ik hou wel van een best wel een klassieke curry smaken. Dus dat heb ik gemaakt. En dat gaan we ook straks lekker van smullen. Sorry, jullie niet. Maar ik ga wel ik heb de recepten uitgetypt, opgeschreven. Dus jullie kunnen die ook krijgen. Dus dat is wel heel leuk. Dat is super leuk. Als je dat leuk vindt tenminste. Het gaat goed. Nu ga ik rijst opzetten. Nou, je zou denken, rijst maken. Ach, dat is toch een makkie. Is het ook. Alleen, je hebt verschillende manieren van rijst klaarmaken. Wat ik normaal doe, is ik doe een uitje. In dit geval doe ik een halfje, want ik maak ongeveer 500 gram rijst. Ongeveer. Dus ik doe een halve ui. Heel fijn snijden. Heel fijn. En dat ga ik een beetje opfruiten met wat olijfolie. Met een paar teentjes knoflook. Dan doe ik de rijst opbakken droog. En dan doe ik daarna het water toevoegen. Dus dan krijg je rijst, die korrels worden mooi los. En je krijgt echt een smaakvolle rijst. Dus it's coming. En de taart gaat goed. Die moet een uurtje erin. Dus we hebben nog even. Dan kan Jan voor jullie, ik ga zo meteen de rijst laten zien en dan de groenten opbakken. En dan zijn we alweer bijna klaar. Dan hebben we alweer een uur en een kwartier bij jullie zijn we dan geweest. Wat zal ik vertellen nou? Hoe mijn kerst is geweest? Ik vertel even wat leuks. Mijn kerst is gewoon lekker met familie geweest. Ik ben met mijn zusje geweest, met de kleine. En het is heel gek. Want normaliter met kerst is mijn huis afgeladen. Dan heb ik echt, denk ik, zo'n 20 man over de vloer. Heb ik dan ook 4 gangen gekookt en vandaag niet, maar 4 gangen gekookt. En lekker wijntjes, beetje bubbels. Daar heb ik wel zin in. In een wijntje. Hebben we wijn in de tent? Mag ik een witte? Witte wijn. Ik ga ook met jullie meedrinken, meeproosten. Op een gek jaar, maar ook denk ik wel voor jullie, voor sommigen van ons, hopelijk voor ons allemaal, ook een leerzaam jaar geweest. Want we hebben natuurlijk meegemaakt dat we heel veel niet mochten. En het was allemaal issues. Maar uiteindelijk denk ik, dankjewel, proost. 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 Heerlijk. Ja, ook echt heerlijk. Voor ons allemaal is het een beetje een gek jaar geweest. Maar ik denk ook wel dat we, ja, voor de ouders dan, die hebben meer tijd kunnen spenderen met hun kinderen. Ik als tante mocht en kon meer oppassen. Vond ik geweldig. Op mijn nichtje. En Jan, hoe was het voor jou eigenlijk? Wat heb jij geleerd? Want wij mochten niet spelen. Eten veel. Ja? Heel veel eten. Maar je hebt ook bewogen, want je bent geen kilo aangekomen, vriend. Ik heb een huis met 5 verdiepingen en heel veel trappen. Dus ik blijf lopen, joh. Maar heel veel eten. Maar wat nog meer? Wat heb je nog meer uit het jaar gehaald? Vertel. Iets positiefs. Ik doe nooit zoveel. En dus ik hoefde niet te wennen. Dus ik was al echt getraind in het, zeg maar, niet zoveel. Dat is relaxed.
Ja. Dus wat doe je dan om je tijd te pasteren, te spenderen? Beetje pingelen, beetje eten, mm-hmm. beetje lezen, mm-hmm. en weer wat pingelen, een stukje lopen, weer wat eten. Het gaat de hele dag zo That's door. It. Meer is er niet bij mij. Dat is altijd zo. Dat is wel lekker eigenlijk. Ik heb een heerlijk jaar gehad en er mag nog zo'n jaartje bij, hoor, wat mij betreft. Nee, ja, nee, voor de rest nee, niet. Nee, nee, voor de gezelligheid niet, maar ik kan het wel hebben. Oh ja, dat snap ik. Ja, ik kan ook heel goed alleen zijn, dus dat voor mij was het ook niet een probleem. Alleen, het is gewoon heel gek om niet te kunnen doen waar je zo van houdt. Kijk, meestal als jij gaat spelen, je gaat alleen met de piano. Eddie brengt je piano, de fitselaar, dan ga je gewoon... Die heb ik wel gemist trouwens. Snap je? Ja. Dan ga je spelen. Maar voor mij, ik heb normaal 12 mensen die van mij afhankelijk zijn. Muzikanten ja, die met mij toeren, ja. weet je wel? Dus in die zin was het voor mij wel dat ik dacht, man, wat heb ik die mensen gemist? En ook een beetje zorgen maken, want ze kunnen niet mee spelen, et cetera. Nee, ik heb Eddie niet gemist. Ik weet zeker dat Eddie jou heeft gemist. Stiekem wel, ja. Ik weet zeker dat Eddie jou heeft gemist. Hoe lang werk je al met Eddie? Ik zou niet weten wanneer niet eigenlijk. Het is altijd zo geweest. Oh, dan heb je het goed. Als het zo lang is? Ik ken hem nog van de lagere school volgens mij. Oh man, zo. Ja. So. Nou, ik ga nu de rijst wassen. Je denkt, wassen, hoezo Sherma? Nou, rijst heeft, hoe noem je dat ook alweer in het Nederlands? Ik kom even niet uit mijn woorden. Maar je ziet, het water wordt een beetje troebel. Nou, dat is eigenlijk alle zetmeel, dank je, precies. Dus dan moet je echt goed afspoelen. Ik doe mijn rijst echt 3-4 keer wassen. Totdat het water helder is. En het liefst met koud water. Want anders ga je rijst al een beetje beginnen te koken. En dat wil je niet. Gewoon koud water. En goed wassen totdat het water een beetje helder wordt. Dat zorgt dat je straks als je rijst klaar is, dat die lekker luchtig is. En mooie korrels. Wist iemand dat? Wisten jullie dat? Bijna. Dus de rijst goed wassen. Oh, trouwens, dat vind ik wel een mooie kommen. Ik heb hier een mooie, prachtige kommen van Delft Blauw. Mogen we gebruiken. Dat is echt fantastisch. Alle schaaltjes en dingetjes. Deze gaan we allemaal in huis halen, weet ik zeker. Het is echt prachtig. En heel zwaar. Dus ik heb niet getraind vandaag, dus ik heb wel een beetje training. Dan. Pan aanzetten. En ik ga kokosrijst maken. Dus met kokosmelk. Dus ik doe de pan goed verhitten. Wat olijfolie. Olijfolie. En ik doe meestal olijfolie koud in de pan. Want je wil hem niet oververhitten. Olijfolie. Dus, en zodra die een beetje warm is, gaan we los. Nou, je kan dus gewoon zout gebruiken. Maar ik hou wel van een bouillonblokjes. Want die geven gewoon zoveel smaak. En heel snel. Je hoeft weinig te doen. Heb je gewoon lekker smaakvolle rijst. En. Ja, die is warm. Gaan onze uitje en knoflook erin. Ja, die gaat al sizzelen. Ja, heerlijk. Even kijken naar mijn kip. Kijken hoe die leven. Want ik heb ze even niet gecheckt. Even zien. Dat gaat heel goed. Dat gaat heel goed. Mm-hmm. Ruik je het? Mm-hmm. Heerlijk. Ik doe hierbij een klein beetje. Dit, nogmaals, dit is 4 kilo kip. Maar normaal doe je 1 kilo klaarmaken. Ik doe een klein beetje tomaten ketchup bij. Oh,
Oh, dit wordt zo lekker, jongens. Ik zeg jullie. Je wil niet weten. Het gaat heel goed. Ik laat hem langzaam pruttelen. Dat we straks, als we gaan eten, dat het lekker van het bot af gaat vallen. Kijken naar onze tijd. 6:10. Dat gaat super. Super, super, super. Perfecto mundo. Tijd voor Flappy? Hoe heet het? Flappy, dat weet jij. Oké.
deze man kan alles spelen. Oké, ga je nu uitdagen, Jan? Speel je ook jazz of niet? Wat je wil. Oh, wat ik wil. Laten we zien. Doe maar. Kijk, dit is Ken. Oh, ik geef je even een makkie, een beginnetje. All of me. Hoe gaat dat? In dit tempo. Ik ken het niet. All of me. Why do I need all of me? Speel iets jazzies, wat je kan. Gooi het eruit. Ik ken het niet. Dat, dan gaan we naar Fragile van Sting. Even kijken, hoe gaat dat? Ja, dank je. Ga je niet zingen? Ik kan niet zingen, zeker. Oh. All the night, the rain will fall, the tears from the sky, the tears from the sky. All the night, the rain will shed, how fragile we are, how fragile we are. Okay. When you're down and out.
alles dus. Dit is duidelijk. Ik ga je ook niet meer uitdagen, dit is klaar. Mooi zo. Maar jij bent nog niet klaar, hoor. Ga nergens heen, hè? Is het nog niet klaar? Nee, jij niet. Kijken naar de tijd? Nee, jij niet. Ik doe nu het laatste van de dag. Dat zijn de snijboontjes opbakken. Met wortels en een uitje. Hoi. En dan gaan we eten en dan gaan we jullie verlaten. En je zoekt het maar uit. Nee hoor, ik ga jullie missen. Echt waar. Ik vond het echt heel leuk dit. Hier in Ermelo te koken. Lekker kokkerellen. In Ermelo. Vind ik zo gezellig, sowieso. De taart komt uit de oven. Vlees gaat op tafel. Oh jongens, jongens, jongens. Wat een straf is dit, hè? Voel je dit ook? Voor de mensen van de crew, heb ik nog een beetje naar je zin? Van de filmmakers? Ja, nee? Mag ook. Maar Jan, wat zijn de plannen voor het nieuwe jaar? Want we zijn bijna, het is bijna 31ste. Wat zijn de plannen? Wat betreft het werk of... Nee, gewoon in je leven. Oh, hetzelfde als vorig jaar gewoon. Je leven is gewoon hetzelfde gebleven, dus komend jaar ook weer. Gewoon lekker doorrommelen. Heb je nog wensen? Nee, meer van hetzelfde. Ja, ik ben heel tevreden. Man. Heel tevreden. Huh? Ik ben heel tevreden. Oh ja. En jij? Ja, ik ben sowieso heel tevreden. Maar wat wil je nog meer dan? Nou, wat wil ik niet? Maar wat is je grootste wens voor het volgend jaar? Want je hebt er ook wat zeggen. Nou ja, ik heb natuurlijk wel heel veel mogen doen in mijn leven. Ik ben de hele wereld over gereisd, getoerd, van alles gedaan. Maar ik wil wel nog altijd muziek blijven maken. Ik heb een kookboek, is bijna klaar. Komt op met moederdag uit. Daar kijk ik echt naar uit. Nieuw muziek. Misschien toeren met jou weer. Dat was al tijdens 5 jaar geleden, weet je dat? Dat is echt zo lang? 5 jaar geleden, ja. Man, man, man. Dan moeten we echt snel een verandering inbrengen. Vind ik. Dus ja, we hebben gewoon genoeg nog te doen, vind ik. We kunnen nog van alles. Het lijkt me leuk, hoor. Lijkt me ook leuk. Dus dit is snijbonen. Ze vliegen alle kanten op. Worteltjes vliegen weg. Uitje. Zwarte peper. Ik doe straks een beetje peterselie bij. Heel simpel. Niet ingewikkeld. Maak het lekkerste eten. We hebben sowieso een goed gekruide kip. Mooie kokosrijst. Dus niet te moeilijk doen. Altijd goed. Nee. Wat? Happy New Year. Happy New Year? Dat kan Jan, als geen ander. Doe maar. Ga je gang.
prachtig. Nou, ik ben alles aan het klaarmaken. Het is helemaal ready. Kijk hoe mooi dit is. Het is jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken. Dit is echt goddelijk. Al zeg ik het zelf. If God could come down from heaven, it would be on this plate. Ik zeg jullie. Oh, oh, oh. En natuurlijk smotheren. Oeh, oeh. Beetje peterselietjes. Beetje mooi maken. Gezellig. Hier houden wij van. Ik sowieso. Kijk. Coconut rice. Curry chicken. En onze groenten. Die zijn ook bijna klaar. Die komen er zo aan. Oh jongens, wat een leven hè. Wat een goed leven hebben we. Met z'n allen. Nou, dit was het. Nee, wacht. Rustig. We hebben hier een regisseur die de boel aan het haasten is. Ik wilde ze vragen, willen ze nog iets? Nou, ik heb snijbonen gedaan. Heel simpel. Knoflook, olijfolie, zwarte pepertje. Niet zo moeilijk. Bouillonblokkie of zeezout. Ook heel lekker. Lekker Jan, ga maar door. En dit gaat lekker heerlijk zijn naast de curry. Zou je dit gerecht, al deze gerechten, kunnen maken binnen 90 minuten? 90 minuten! Heb je gewoon 2 gangetjes met een hele hoop lekkers. Jan, wat gaan we spelen als laatste? Gaan we die doen? Van de randjes. Ja. Dit gaat zo lekker zijn. Oh, jammer. Jongens. Nou, kijken of ik hem eruit krijg. De test. Hopelijk liggen al mijn ananasjes mooi op de taart. Nee! Maar maak je niet druk. Ik ben voorbereid. Wat een anticlimax is dit. Anticlimax.
says be wise. Van de Velde Keukens, dank jullie wel voor de uitnodiging. Hier in de mooie Siemens Home Keuken Studio Line. Toppie was het. Namens Van de Velde Keukens wil ik jullie allemaal een waanzinnig goed uiteinde toewensen. Een mooie 2021. En ik heb iets heel leuks. Een volger maakt kans op het winnen van deze fantastische kleine baby Vespa. Mijn nichtje heeft al eentje gehad. Het is zo leuk. Kijk maar. Hebben we het in beeld? Hebben we hem in beeld? Ik ga hem wel optillen, want ze moeten het zien. Ik til hem wel op. Dit moeten jullie even zien. Kijk. Maak kans op dit amazing ding. Hij maakt geluid. Je kan USB instoppen. Dus je kleine kan gewoon een rijdende discotheek zijn. Comment, mail, stuur, app. Je maakt kans om te winnen. Ontzettend bedankt voor het kijken. Hele fijne dagen nogmaals. Mooi 2021. Niks anders dan liefde. Filmmakers, jullie ook bedankt. Dag!